Als het aan mij ligt, zijn er genoeg redenen om een feest te organiseren. Maar als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Welkom, Gert-Jan. Wat leuk. Hallo. Gert-Jan, wat is er nou eigenlijk belangrijk bij het organiseren van bijvoorbeeld een business event? Eigenlijk begint het altijd bij het idee. Het idee, daar gaat het om. Soms zijn er opdrachtgevers, die hebben zelf al een aardig idee. Maar er zijn ook opdrachtgevers, die hebben geen idee. Nou, en daarmee begin je, daar start je mee. En met dat goede idee, ja, dat is de basis voor het goede event. Ik neem aan dat je daar een enorm team bij nodig hebt. Ja, daar staat een enorm team achter. Er zijn decorontwerpers, er zijn elektriciëns, bloemenarrangeurs, decorateurs. Maar natuurlijk ook een culinair team, hospitality. En deze mensen worden allemaal aangestuurd door het projectbureau. Maar misschien vindt het wel leuk om even te kijken. Dan stel ik je even voor aan mijn zoon, want die is verantwoordelijk voor de uitvoering. Geweldig idee. Gaan we doen. Dat gaan we doen. Henry, we staan hier op de ontwerpafdeling. Wat wordt hier dan eigenlijk ontworpen? Nou, hier worden eigenlijk alle decors ontworpen. Hier wordt het idee waar mijn vader net over had, wordt eigenlijk vormgegeven. En de sfeertekeningen worden hier gemaakt om eigenlijk aan ons opdrachtgever een presentatie te geven. Want soms heeft de opdrachtgever geen idee. En is het dan allemaal maatwerk? Ja, want ieder event heeft zijn eigen beleving. En wat is de volgende stap? Nou, omdat dit maatwerk is, worden veel decors gebouwd voor ons opdrachtgever. En dan worden van de sfeertekeningen worden bouwtekeningen gemaakt. En die gaan naar houtmachine halen. Meglio stasera, baby, go, go, go. As we natives say. Wordt er dan ook hier maatwerk geleverd? Ja, ook hier wordt maatwerk geleverd. En dat is extra leuk voor de koks. Want die hoeven dan geen standaard menu te kopen. You had better be tonight. While the mandolins are playing. Harry, alle voorbereidingen zijn getroffen. De trailer zit helemaal vol. Wat nu? Ja, de trailer zit helemaal vol met beleving. Die naar de opdrachtgever toe gaat. De decorjongens die gaan decors opbouwen. De koks die gaan de keukens neerzetten en heerlijk koken. En het feest kan nu echt beginnen. Klinkt helemaal goed.